Deze nieuwsuitzending is voor het slapen gaan. En ik gebruik... ik lift mee, zo moet je dat zeggen. Met Alan Watt. En dat spel je A-L-A-N. En hij is geboren in Schotland, dus Alan. En Watt, dat is joule per seconde. W-A-T-T. Watt. Je hebt lampen van 60 watt en 100 watt en 20 watt. Alan Watt heeft een website en die heet cuttingthroughthematrix.com. Ga daar naar kijken. Scroll in de rondte. Schaf jezelf een aantal zakjes rooibos thee aan. En ik zou zeggen, maar ja, dat ben ik. Ik zou zeggen een liter rum erbij. Lekker hoor, rooibos thee met een scheutje rum. Zalig. Neem de tijd. Ga die website eens even doorgraven. En het leuke van Alan Watt is dat de uitzendingen die hij gemaakt heeft, in bijvoorbeeld 2009, die man is al jaren bezig, die zijn allemaal actueel. Alan Watt beschrijft de zielige toestand van de mens. Het mooie van hem is, van je bent geboren in een systeem waarvan het ontwerp klaar was lang voordat jij geboren werd. Heel belangrijk om die feiten die hij boven tafel brengt, om die te controleren. Want ze kloppen allemaal. Ja, ik heb het gecontroleerd. Ik heb Alan Watt nog nooit betrapt op een leugen. Af en toe dacht ik van, nou, je gaat een beetje te ver. Zo erg is het niet. Maar dat dacht ik toen. En misschien had ik geen gelijk. En heeft Alan Watt gelijk. Alan Watt is geen bijbelgelovende christen. Ik wel. Ja, het maakt mij helemaal niet zoveel uit hoe het een en ander loopt. Want ik heb helemaal geen relatie met wie dan ook op deze wereld. Ik heb een relatie met God. En die loopt via Christus Jezus. Ja, maar Perry, nou begin je over de Bijbel. En daar hou ik niet van. Ja, dat weet ik. Ik weet het. Ik weet het dat de mensheid minachting heeft voor de voorvaderen. Iedereen hunkert naar een nieuwe Hollands next top model. Ja, maar wie wil dat dan? Is dat dan een blondine of een brunette? Ja, en zo dansen jullie jezelf toe naar de dood. Ja, maar dat maakt toch niet uit, Perry, want iedereen gaat dood. Sorry, wat zei je? Volgens mij zei je als eerste, het maakt niet uit. Ja, het punt is, het maakt wel uit. Alles maakt uit. Ik heb een bijbelgelovende christen vriend. Ik heb er meerdere hoor, maar... Maar die ene dan, die komt uit Leuven. Daar is hij niet geboren. Hij is geboren in Hamburg. En hij zit nou in Leuven. Hij heeft gewerkt voor de NAVO, of de NATO. Ja. In de tijd dat hij nog niet veganistisch was geworden. En voor hem is er heel veel veranderd sinds die tijd dat hij voor de NATO werkte. Sterke man.
Hij is mijn bijbelgelovende christenvriend. En wij doen nieuwsuitzendingen. Wat hebben we gedaan? We hebben een hele leuke uitzending gemaakt met alleen maar humor. Moppen vertellen. Die moet je opzoeken. Hij heet Jurk Gliesman. En dat spel je J en dan O met een umlaut. Of je doet OE. Dat kan ook. Maar een O met een umlaut en dan RG, dus Jurg. En dan Gliesman. En dat is met één S en twee Nico's. Twee N'en. Gliesman. Polyglot is het. En een polyglot betekent een meertalige of zo. Hij kan Duits, Engels, Vlaams, Frans. Dan heb je het gehad. Spaans heb ik hem nooit op betrapt. Maar dat zijn toch vier talen, of niet? Ja, met hem kan ik spreken over dingen. Wij doen veel bijbellezen. We zijn begonnen aan de bespreking van het boek van Frederik Tupper Saucy. Die man is overleden inmiddels. In 2006 is hij overleden. Hij heeft een boek geschreven en het heet Rulers of Evil. Nou, daar zijn we. Ja, het is een beetje. Ja, hoe moet ik zeggen? Het is niet het leukste verhaal. Wat er is. Want dat boek Rulers of Evil. Of de Herser des Bösen. De heerser van de boosaardigen. Vetboeken. En allemaal geschiedenissen. Allemaal feiten. Dit is gebeurd. Dat is gebeurd. Nou, daar word je niet blij van hoor. Dus ik heb tegen Jurk gezegd van ja, we kunnen wel doorgaan met het lezen van dat boek. En het bespreken. En dat klopt ook allemaal wel. Maar ik word er niet vrolijk van. En toen heeft Jurk gezegd van oké. Dan gaan we gewoon Bijbel lezen. Ja. En we zijn nu bij Genesis 6. Voor mij, Genesis 6 hebben we klaar. Dat is uren voor jullie om te beluisteren. Ja. Ga het doen. Leer je nog eens wat. Heb je nog een keer respect voor je voorvaderen. Rulers of Evil, dat is ook wel, dat is wel een tof boek. Er is helemaal niks mis mee. Behalve dat het een beetje opgeblazen taalgebruik is. Elke keer als ik met Jurk dan gingen we een hoofdstukje doen. Dan moest ik van tevoren met Google Translate allerlei woorden gaan opzoeken. Van wat staat hier nou weer? Ingewikkeld hoor. Maar het beeld is duidelijk. Er is zoiets als de heerser der kwaadaardigen. De boosaardigen. Die herrscher des bösen. Die is dat. Ja, ik werd er te depressief van. Aan Jurk heeft dat begrip voor. Hij wil wel het boek helemaal afmaken. En misschien komt het ook nog wel als ik begin te beginnen met het drinken van grapefruitsap. En een stukje mango erbij. Of een banaan.
dat ik er dan wel doorheen kom. Hey, doe mij de Bijbel maar. Vind ik veel leuker. Veel grappiger. Veel... Ja, het taalgebruik. Het taalgebruik, want... En dan heb ik het over de King James. De koning Jacobus. Want James is geen Nederlandse naam. Wij noemen dat Jacobus. Ja, taalgebruik van de koning Jacobus Bijbel. Dat is Engels. Dat is heel keurig. Letter voor letter. Woord voor woord. Daar word ik blij van. En wat ik ook heel mooi vind, luister maar na, met de Bijbel lezen met Jurk Gliesman, dat staat op mijn kanaal. Dat is YouTube en dan / De Hufters. Dat was mijn band van die tijd. Bijbel lezen met Jurk Gliesman. Daar leer je nog wat van. Maar de meeste mensen, dus even à la Alan Watt. En de meeste mensen houden niet van kennis. Die willen niet weten wat er gebeurd is. En Jurk Gliesman heeft heel veel geleerd van Alan Watt. Alan Watt is weliswaar geen bijbelgelovende christen. Maar hij weet wat er zich heeft afgespeeld. En heeft het daarover. En hoe het onze hedendaagse samenleving nog steeds beïnvloedt. Ja, want we hebben het hier over de antichrist. Dat zal Alan Watt niet gelijk zeggen. Maar hij weet er wel van. Hij weet van die instituties. Dat gebeuren met al dat achterkamertjes overleg. En dat is de antichrist. Want Christus die deed niet aan achterkamertjes overleg. Nee, waarom? Dat is toch nergens voor nodig? Je spreekt de waarheid. En waarom moet dat plaatsvinden in een achterkamer? In het geheim. Dat kan toch helemaal niet? En Alan Watt, gaat hij nog een keer op een dag de Bijbel lezen? Ik weet het niet. Is dat belangrijk? Nee, waarom? Alan Watt vertelt eerlijk wat er gebeurd is en wat er gebeurt nu, op dit moment. En wat is het grote probleem? TV. Ja, maar ik kijk geen tv, ik kijk alleen maar naar YouTube en Netflix. Dat is hetzelfde. Vooral Netflix. Maar YouTube ook hoor, als je naar die gemiddelde kwaliteit van die filmpjes kijkt. Het is allemaal dezelfde boodschap. Namelijk, mannen zijn ongelooflijk dom en vrouwen zouden de baas moeten zijn. Ja, halleluja, prijs de Heer. En vrouwen kunnen helemaal niks, namelijk. Ja, maar dat is seksistisch. Nee, ja, het is seksistisch in die zin dat... Ik weet dat als je het hebt over schaken, dan heb je Judith Polgar. En dan heb je nog een paar Chinese vrouwen. En dan heb je het gehad. Huh? Ja, maar dat komt. Vrouwen zijn altijd onderdrukt. En die moeten echt geholpen worden om uit die onderdrukking weg te komen. Ik heb nog nooit van mijn leven een vrouw onderdrukt.
Waar komt dat verhaal vandaan van de onderdrukking der vrouwen? Ik zou het niet weten. Ja, van de katholieke kerk natuurlijk. Heilige Maria, moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. La 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 la. Ja, dat heet vrouwenonderdrukking, hè? De katholieken die waren er ook een ster in om al die vrouwen kaal te scheren. En dan gooien ze daar een soort van burka overheen. En dan mogen ze achter een paar muren zitten. Maar dat is vrijwillig van die vrouwen. Die kiezen daar toch voor? Wat is dat dan voor een homo-onzingedrag? Jij hebt je kop kaal laten scheren. Je hebt zo'n kleed aangedaan. En dan een beetje in de moestuin werken. Oh, ik word onderdrukt. Nee, daar heb je zelf voor gekozen. Jij bent toch het klooster ingegaan, homo. In de slechte zin van het woord. Wat heb ik ermee te maken? Ja, maar kijk, wij vrouwen mochten nooit schaken. Dat is helemaal niet waar. Hoezo mochten vrouwen niet schaken? Ja, maar daar heb je het misschien over momenteel. Want dan kan je als persoon, kan je op internet, ga je naar lichess.com. LICHESS.COM van Maria. En dan kan je je helemaal gratis inschrijven. Maar dat is nu. Maar vroeger was dat anders hoor. Ja, maar waar zijn die vrouwen nu dan? Je kan toch naar lichess.com gaan en neem een account. Dan krijg je als eerste 1500 ELO rating. Daar begin je mee. Nou, ga maar schaken. En waar eindig je? Vrouwen kunnen niet schaken. Ze kunnen ook niet darten. Niet op dat niveau van een man. Dat kunnen ze niet. Ja, Judith Polgar is beter in schaken dan ik, zonder meer. Ha 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 ha. Dat is één vrouw. Voor de rest, als je het hebt over schakers, dan praat je over Paul Keres, Paul Morphy en Michael Tal. Kortsnooi. Dan heb je natuurlijk nog die ik niet zo mag. Weet die vent ook alweer. Dat zijn allemaal kerels. Kortsnooi, Kortschof of zo. Bobby Fischer natuurlijk. Robert James Fischer. Ja, dat zijn schakers. En Paul Keres, dat. Ik kan je adviseren om te gaan luisteren naar de uitzendingen van Mato Djelic. En die komt uit Joegoslavië. Die komt uit Joegoslavië. Zagreb. Voormalig Joegoslavië. Het Zagreb is de hoofdstad van wat we nu Kroatië noemen. Daar kwam zijn vader vandaan. Nou, Mato Djelic, die heeft ook gezegd, hij bespreekt partijen van Robert James Fischer en Michael Tal. Dat is zo'n niveau. En Paul Keres, die speelde, want Paul Keres is al lang dood, maar die zit er iets onder. Hij is begrijpelijker. Die geweldige partij van Fischer tegen. Toen was Robert James Fischer was 14. En hij speelde tegen een Amerikaanse grootmeester. En toen heeft Robert James Fischer zijn koningin geofferd. En gewonnen. Nou, dat kunnen vrouwen niet. Wees nou eerlijk. En vrouwen die lopen zo te brullen van ja, wij willen ook dingen kunnen. Ja, ga dan oefenen. De moeder van mijn kind,
die wilde graag meubeltjes gaan opknappen. Ik zei, oké, dat is best. Wat maakt mij het uit? Als je dat wil. Nou, wat heb je daarvoor nodig? En daar begint het probleem met vrouwen. Hè? Vrouwen willen wel dingen, maar willen zich niet afvragen hoe ze de voorbereiding moeten doen. Ze willen dat doen en het moet er dan zijn. Die moeder van mijn kind helemaal kwaad tegen mij. Want ik heb toch gezegd dat ik meubeltjes op wilde knappen. En waar is mijn werkplaats? Ja, en dat zijn vrouwen. Verschrikkelijk. Vrouwen moet je alles uitleggen. Van meisje, meisje, jij wil meubeltje, meubeltje op je knapje. Dan heb jij een werkje, plaatsje nodig. Met gereedje, schapje. Je moet vrouwen altijd heel erg poezelig toespreken. Want anders begrijpen ze het niet. En die vrouw zo tegen mij, de moeder van mijn kind. Jij onderdrukt mij. Het is vanwege de onderdrukking door jou op mij dat ik geen meubeltjes kan opknappen. Want waar is mijn werkplaats? En waar zijn de gereedschappen? Nou, die zie ik in geen velden of wegen. Nee, homo. Natuurlijk niet. Ja, ik wilde bijvoorbeeld muziek maken. Dat wilde ik al vanaf mijn 12e jaar. Ik betaalde mijn gitaar. Ja, precies, want dat is male privilege. Dat is een mannelijke privilege. Dat die mannen hebben altijd al het geld. Nee, homo, ik had helemaal geen geld. Mijn eerste gitaar, dat was een Framus van 200 gulden. Een niet te bespelen stuk hout. Ik heb het later nog... Dan heb ik die hele gitaar vernacheld. Want daar klonk toch nergens naar. Toen heb ik een gitaar heeft 6 snaren. En toen heb ik de E-snaar, de lage E, die bovenin zit. Weet je, ja. Vrouwen beginnen gelijk van, ja, hoe kan het nou dat de lage snaar bovenin zit? Ja, dat komt omdat ik rechtshandig ben. Linkshandige mensen die draaien hem wel om. Ja, lang verhaal. Laat me zitten. Vrouwen begrijpen toch helemaal niks. Maar ik heb de lage E heb ik eruit gehaald. Daar heb ik een bassnaar in gedaan. Van een basgitaar. Daarvoor moest ik de kam. Je hebt de brug. En je hebt de kam. De kam die moest uitgefeild worden. Nou, dat kan ik. Ja, zie je wel, dat is een mannelijk privilege dat jij dat kan. Nee, dat is helemaal geen mannelijk privilege. Een vrouw had ook een driehoekige feil kunnen pakken. En dan eventjes die kam een beetje... Ja, maar dan maak je je gitaar kapot. Nee, helemaal niet. Dat was alleen de kam. En een kam, die koop je zo nieuw. Ik had een extra dik ronding gemaakt en dat past allemaal. Een super dikke lage E. Dus toen kon ik bas spelen. En melodie. Ja, want zo zijn mannen. Hè. Vrouwen ontbreekt dat op alle fronten. Ze snappen er helemaal niks van. De moeder van mijn kind, die heeft nog op een dag tegen mij gezegd... van ja, jij kreeg maar van alles voor elkaar. Zelfs die dingen waarin ik geprobeerd heb om te voorkomen dat jij het voor elkaar kreeg. En dan kreeg je het toch voor elkaar. Ik haat jou. Nou, ik haat jou niet, de moeder van mijn kind. Waarom zou ik haar haten? Waarom? Stelletje zakken moleculen dat jullie zijn... Die van de apen afstammen in hun natte droom. Nee, ik ben klaar met jullie vrouwen. Dat is helemaal totaal gebeurd. En mijn eigen dochter, die
Sinds de scheiding, dat is nou 8 jaar geleden, heeft zij mij geen enkele keer gebeld. Behalve op mijn verjaardag. Vandaag papa, gefeliciteerd met je verjaardag. Doei! That's it, met vrouwen. Met vrouwen, je kan beter kippen houden. Serieus hoor. Je hebt er niks aan. Ze kunnen niks. Ze hebben een grote waffel. En ze neuken buiten de deur. Kijk, de mooie deal is, dat is in de natuur, in de fysica, heb je de relatie tussen een pooier en zijn hoeren. Prostituees. Ja, dat is eerlijk. Zo'n pooier die zorgt voor de huishouding. En die regelt een werkster. En die zorgt dat de ramen gelapt zijn. Zodat die vrouwtjes achter de ramen er mooi uitzien. Hij zorgt voor rode lampjes. En de gordijntjes. Want als je een klant binnen hebt, dan gaat het gordijntje dicht. Maar die pooier die krijgt ervoor betaald. Dat is een eerlijke deal, lijkt mij. Ik ben niet voor seks buiten het huwelijk, maar dat is eerlijk. Maar de moderne man die een vrouw trouwt en die vrouw die gaat buiten de deuren lopen wipperen, die krijgt geen donder. Nee, die krijgt een scheiding in zijn nek. En die mag de helft van zijn kapitaal afstaan aan die buiten de deurneuker. Ja, maar Perry, dat is alleen in jouw geval. Oh. Dan heb jij nog iets te leren. De moeder van mijn kind, die ging. Die wilde een vaste relatie. En dat wilde ik niet. En zij zei, waarom niet? Ik zei, al die vrouwen die gaan buiten de deur neuken. En daar heb ik geen zin in. Ik wil best omgaan met een vrouw die met Jan en alle mannen op de rug gaat liggen met de knieën uit elkaar. Ik wil wel omgaan met die mensen, maar ik wil er geen vaste relatie mee. Ja, zei ze, nu scheer je mij over één kam met al die andere vrouwen. Toen had ik moeten zeggen, dat klopt, meisje, meisje. Neukertje, neukertje. Maar dat deed ik niet, ik kreeg medelijden met haar. Oh, dat moet je ook niet doen, hè. Nooit geen medelijden hebben met vrouwen. Niet aan beginnen. Op het moment dat er een vrouw naar je toe komt en zegt, ja, ik heb problemen met dit en problemen met dat. En kan je dat oplossen? Dan moet je zeggen, ja, dat kan ik wel. Maar ik moet nu even naar Heer Hugo Waard. En daarna moet ik nog even langs Zandvoort. En vanavond kom ik terug, maar dan ben ik hartstikke moe. En dan bel ik je nog wel. Dat wist ik veel in die tijd. Ik dacht van, misschien. Jezus, wat een ellende was dat. En het heeft een geld gekost, jongen. Ik heb die vrouw een huwelijkscontract aangeboden. Omdat ze zwanger was geworden. Buiten mijn wil. Jezus, wat heeft het een geld gekost. Dan praat je over 300.000 euro. Oftewel 700.000 gulden. Het is een mooie boel. En mijn dochter, die wil mij niet meer zien. Want papa, jij bent over de schreef gegaan. Nou ja, fuck you. Zal wel. En wat had ik gedaan?
Ik had op Facebook een post gedaan. Waarin ik erbij stilstond dat haar moeder mijn tweede kind heeft laten vermoorden. Dat is moord. Ja, dat, mijn dochter helemaal fel, link en ik wil je nooit meer spreken. Dat is best meisje. Blijf uit de buurt van mijn dochter. Ga haar niet neuken. Tenzij je 3 condooms over elkaar heen doet. En zij aan de pil is. Maar geen kinderen. Absoluut niet. Ja, maar dan heb jij het als vader verzakt. Oh ja. Op welke manier? Ja, dat weet ik niet. Maar er moet toch iets aan jouw kant fout gegaan zijn. Dat jouw dochter jou niet meer wil spreken omdat je het had over het vermoorden van haar broer. Yes. Ze heeft nog de sleutels van mijn woning. En er komt een dag en dan vraag ik om die sleutels. Of ik ben verhuisd, dan mag ze die sleutels houden. Wat doe ik, ja. Dan ga ik naar North Dakota. Of naar Aalten. Het is mij helemaal gelijk. Om het maar even op zijn Duits te zeggen. Stupide vrouwen. Bah. Ik wil leuke dingen doen. Hier. Wat dacht je van afwassen? Huh? Zo'n mooie anekdote. Dat in het huwelijk wat ik had. Ik had een afwasmachine. En echt een heel sexy dingetje. Van 60 centimeter breed. Heerlijk handig apparaatje. Prima geschikt voor een kleine huishouding. Ja, ik deed de afwas. Ja, maar dat niet echt de afwas doen. Want je had een wasmachine. Een afwasmachine. Ja, hallo. Huh? Wie doet de vuile borden, de vuile pannen, alle glazen, één dat ding. En dan een blokje zeep erin. Wie haalt er elke week of elke maand of whatever zo'n doos met van die afwasblokjes? Ja, ik natuurlijk. Ja, maar je hoeft alleen maar die borden erin te zetten. En dan moet je dat wel, ja, daar ben je wel even mee bezig om dat ding helemaal vol te krijgen. Maar dat vind ik geen werk. Nee, ik haat jullie bitches. Dus ik draaide die machine 2 à 3 keer per dag. Dus dan moet je spullen erin stoppen en je moet ze er weer uithalen. En dat kan niet gelijk, want dan is het veel te heet. Dus je moet die klep open doen en dan moet het uitdampen. Ik heb ook nog een ventilator geïnstalleerd om alles, al dat waterdamp naar buiten te blazen. Heeft me ook nog €200 gekost. Nou, vrouwen hebben dat niet in de gaten. Hou er goed rekening mee. Ik zou echt, als jij een man bent, gewoon niet met vrouwen omgaan. Punt. Het heeft geen zin. Ze mergelen je uit. Maar die vaatwasser, die ging kapot. Voor de tweede keer. En de eerste keer kon die gerepareerd worden door... Even een vraag aan jullie. Hè? De vaatwasser ging voor de eerste keer kapot. En die is gerepareerd door... Dan heb je 4 mogelijkheden. Die is gerepareerd door een konijn. Die is gerepareerd door een rendier. Die is gerepareerd door een vrouw. Of die is gerepareerd door een man. Wat denk je? Ik laat eventjes de klok. Ik geef jullie 20 seconden. Het is nou 50. Dus dan moet ik een...
ik wacht even. 20 seconden in het echt. Hè? Dus die vaatwasser is gerepareerd door een konijn, door een rendier, door een vrouw of een man. En de tip die ik je kan geven, het is maar één antwoord. Het is niet zo dat het een konijn en een rendier was. Of een konijn en een vrouw. Nee, er was niet een samenwerking. Er was één individu die die vaatwasser heeft gerepareerd. Nou, was dat een konijn, een rendier, een vrouw of een man? Ja, time is up, hè? Nou, toen ging die voor de tweede keer kapot. Dan zie ik weer die maatschappij bellen van... ik heb hier... Houston, we have got a problem. En die man die komt langs en die zegt van ja... nee, niet doen. Koop maar een nieuwe. En wat kost een vaatwasser? €200 of zo. Bij de mediamarkt. Ik wil geen reclame maken, maar... dat is ongeveer de prijs. En die vrouw die zei tegen mij... nee, er komt geen nieuwe vaatwasser. We gaan op de hand afwassen. Waarop ik tegen haar zei... waar komt het woord we vandaan? Want ik deed de afwas. Dus zij zei tegen mij... jij gaat maar op de hand afwassen. Want vrouwen hebben helemaal geen zin in werken, huishoudelijke bezigheden. Nee, dat is voor de man. De man die moet het geld binnenbrengen. Die moet ervoor zorgen dat er een auto is. Dat je 2 keer per jaar op vakantie kan. En dat die man dan ook de vuilnisbak buiten zet. De vuilnisbak schoonmaakt. De lege flessen wegbrengt. Het papier aan de weg zet. Daar is een man voor. Jezus, man. Dus ik zei tegen de moeder van mijn kind... van ja, hallo, dan kan je wel even lekker zo beslissen... maar ik ga er altijd extra werk lopen doen. En dan moet je goed opletten met vrouwen. Hè? Even voor jullie mannen. Wat zei zij? Van ja, maar dan gaan we samen afwassen. Dat heeft ze 5 keer gedaan. En toen stond ik... elke avond in mijn eentje met mijn handen in het hete water om de borden schoon te maken. En dan heeft zij nog het lef om tegen mij te zeggen... noem je dat afwassie? Ik vind het helemaal geen afwassie. Want, weet ik veel, dan had ze een koffiekopje gevonden met een dingetje van theestreep erin. Maar, noem je dit schoon? Dump the bitches, hoor. Ga er niet mee om. Dat is hopeloos. En maak ze niet zwanger. Niet doen. Ja, maar Perry, als we geen vrouwen zwanger maken... is dat het einde der mensheid. Ja, maar dat wil toch iedereen? Kijk maar op Facebook. Iedereen wil dat iedereen doodgaat. Nou... het devies is, stop je leuter niet in een vrouw. Dan komen er ook geen kinderen van. Nou, niet doen. Gewoon kappen met die handel. Ja, maar Perry, dit is jouw geval. Oh nee, helemaal niet. Hoe kom je erbij? Het sterft ervan. En het einde der mensheid, dat doet er helemaal niet toe. Wat maakt het uit? Als er geen mensen meer geboren worden, is er ook geen leed meer. Die dieren, die vermoorden elkaar wel. Er is niemand meer om te zien hoe de dieren elkaar vermoorden. En dat kan je zeggen dat dat jammer is, maar... aan de andere kant, als er niemand is die kijkt hoe de dieren elkaar vermoorden... dan is dat ook geen gebeurtenis. Dus,
Laat lekker die snoek, die andere snoek, opeten. Ja. Of een snoek eet een baars. Of een baars eet een kleine snoek. Wat maakt het uit? Er is niemand meer om het waar te nemen. Ja. En waar komt die ellende vandaan? Nou, Arthur Schopenhauer in 1800, bijna niks. Begin 19e eeuw. Dus 1800 nog wat. 1810 of zo. 1820, 30. Die heeft geschreven een werk dat is vertaald op zijn Nederlands met als titel Er is geen vrouw die deugt. En toen was er nog geen tv. Inmiddels hebben wij tv en al die vrouwen zitten te kijken naar Holland's Next Topmodel en Game of Thrones en Hannibal the Cannibal en Slaughterhouse dit en Slaughterhouse dat. En ze willen leuke dingen doen. En wij mannen maar denken van ja, het is wel een shaggable slut. Ze heeft intelligente tieten en esthetische billen. Ik ga hem erin stoppen. Ermee ophouden. Gewoon kappen. Niet doen. En zeer zeker niet met mijn dochter. Totdat ik het zijn op groen zet. Want zij heeft de mogelijkheid om tot inzicht te komen. En als ik zeg dat mijn dochter tot inzicht is gekomen, dan mag je eroverheen. Vind ik niet erg. Maar nu niet. Nicht hoort zu tage. Dat is Duits. Niet vandaag. Vrouwen zijn verschrikkelijk. Daar valt niet mee samen te leven. Ophouden. Ik ben sprakeloos, namelijk, over het gedrag van vrouwen. Ik kan je een mooi verhaal vertellen over mijn moeder. Het was zomervakantie. He, Perry. Of peritje, dat heet voor de vrouw, hè? Peritje, winkeltje, die hoefde niet naar school. Want het was zomervakantie. Dus ik dacht, nu ga ik doen waar ik zelf zin in heb. En ik hield van zwemmen. En er was een openluchtzwembad in Amstelveen. Dat heette zwembad De Poel, volgens mij. Best fatsoenlijk zwembad. En het was heel warm, dus 28 graden Celsius. En mijn moeder zo van, ja, ik had mijn moeder verteld dat ik naar het zwembad zou gaan. En zij had mijn vader het leven onmogelijk gemaakt bij mij in mijn gezin. Mijn vader was pleiter. En mijn moeder had een baan. En ze kon vrije tijd krijgen, maar niet de hele dag. En zij had dan gevraagd of ze 's middags vrij kon krijgen. Nou, dat mocht. En mijn moeder zei, dan kom ik ook. Ja, punt 1, daar heb ik niet om gevraagd. Huh? Snappen jullie vrouwen de logica? Ik moet de godganse tijd naar die ongelofelijke klotenschool. Allemaal van die etterige bakjes. En dan eindelijk heb ik zomervakantie. En ik ga naar het zwembad. Ja. Nee, zij moest mee.
Nou, oké. Dat is prima. Ik was 's morgens om 9 uur in het openluchtzwembad. En dat was prima. Dat is nog een beetje fris. Maar een blauwe hemel. En lekker gezwommen, man. Met mijn vriendje. En toen gingen wij moe gezwommen op een handdoekje liggen. En toen kwam de goegemeente binnen. Want geen hond kwam naar het zwembad. Ik kwam naar het zwembad. Altijd. Als het open ging, dan was in maart of zo. Ja, dan was ik in het zwembad. Maar die dombo's niet, hè. Nee, ben jij maf. Nee, die wachten tot het 28 graden Celsius is. En dan komen ze ook naar het zwembad. Ah, wat een puinhoop, man. Het hele zwembad zat vol. Het water stonk naar zonnebrandcrème. En dan vind ik het niet leuk meer, hè. Dat het water in het zwembad naar chloor ruikt. Cl is dat. Dat is een element van het periodiek systeem der elementen. Chloor. Dat is tot daaraan toe. Maar als het begint te stinken naar zonnebrandolie. Gadverdamme. En iedereen krijsen. En die meisjes die gingen de bosjes in. Van ja, ik ben een meisje en ik ga de bosjes in. Wil je mee? Dat zag ik allemaal. En die meisjes allemaal. Dan, ja, dan ik kon er niks aan doen hoor. Want die jongen die trok mij de bikini van mijn lijf. En ja, ik ben eigenlijk een beetje verkracht. Nee, die bitch die liep in de bikini de bosjes in. En die zat te wenken naar zo'n jongen. Van wil je even aan mijn kutje voelen? Ja, ik ken jullie vrouwen. Dat is totaal klaar. Dus ik zei tegen mijn vriendje, ik kan hier niet meer tegen. En aangezien iedereen hier in zwembad de pool zit, dan lijkt het mij dat er niemand aan het vissen is. En mijn vriendje zei, daar kon je gelijk in hebben. Ik zei, oké, move met die handel. En mijn moeder zou komen. En ik dacht van ja, ik geef door aan mijn moeder dat ik de ochtend heb doorgebracht in het zwembad. En er werd zulke idioterie. Dan gaan ze ook van de hoge duikplank af. Ja. Ah man, dan moet ik daar gaan zwemmen? En natuurlijk niet. Straks krijg je zo'n puistige puber op je nek. Ik ga duiken. Dan schreeuwen iedereen en krijzen en ik kan er niet tegen, snap je? Dus ik wilde weg. En ik dacht, ik informeer mijn moeder wel. Nou, dat ging prima, want toen we net het zwembad uit waren en ik en mijn vriendje hadden onze fietsen aan de hand. Toen kwam mijn moeder aan fietsen en mijn moeder zei, wat doen jullie? Ik zei, nou, wij gaan weg. Punt. Ik wil daar niet verblijven. Kijk, vrouwen zijn ongevoelig. Die snappen dat niet. Van, hoezo? De meisjes gaan de bosjes in en die laten hun bikinibroekje lekker een beetje naar beneden trekken. En dan gaat een jongen een beetje aan het clitorisje lopen friemelen. En dan krijgen ze een nat kutje en dat is hartstikke leuk. Ik hou daar niet van. En mijn moeder kwaad, jongen. En die greep mij in mijn lurven, zo heet dat dan. Dat was op mijn linker bovenarm. En ze pakte me beet en ze had lange nagels. En dat gaf dus een beschadiging aan mijn huid. Tot bloedens toe. En zo zijn vrouwen. Hè? Die zijn ongevoelig. Dus ik kermen van de pijn, man. Nou, ik ben naar huis gegaan. En toen had mijn moeder had het touwtje van
de voordeur afgehaald. Dat was een trucje. Dan kon je met je kinderhand door de brievenbus. En dan had je een touwtje. En dan trok je aan. En dan ging de deur open. Dat was gebruik. Mijn moeder had dat touwtje losgehaald. Ja, dat wist ik niet. Dus dat was mooi balen. En ik kon dus niet naar binnen. Ik kon niet naar... Ik kon helemaal niks. Dus dat hele idee om te gaan vissen die middag, wat ik met mijn vriendje had afgesproken, ja, dat ging het niet gaan. Wij woonden op een galerijflat. Dus niet een portiekflat, maar een galerijflat. En toen ben ik gaan zitten. Ja. Het was 28 graden Celsius. De karpers die zouden gaan bijten als je wormen weet te vinden. Die karpers hebben honger. Een mooie goudkarper eruit trekken. Nee, dat ging niet. Ik kon de deur niet in. Ja. Dank je wel, jullie vrouwen. Jullie ongelofelijke dombo's. Jullie zijn nooit onderdrukt geweest om niet te mogen... Er is nooit een onderdrukking geweest dat vrouwen niet mogen schaken. Nee, vrouwen kunnen niet schaken. Vrouwen kunnen niet. Een uitzondering daar gelaten. Maar in overwegendheid, nee, vrouwen kunnen dat helemaal niet. Die hebben geen gevoel. Want de vrouwen die zeggen dan, ja, de mannen moeten meer praten over hun emoties. Nou, bij deze. Ja? Jullie zijn een stelletje kuthomo's en ga alsjeblieft verhuizen naar Mars. Of Venus. Een sterf. Dat is toch mooi emotioneel of niet? Heb je een gevoelsmatige uitspraak van Perry Franciscus Martinus Winkel over jullie? Want jullie kunnen er helemaal niks van. En ik zat daar maar te zitten, te wachten tot mijn moeder thuis zou komen van het zwembad, de pool. En helemaal niks. Geen eten, geen drinken, helemaal niks. En toen kwam er een buurvrouw naar mij toe en die zei, wat zit jij hier? Ik zeg, ja, ik kan het huis niet in. En wat moet ik doen? Ik heb geen geld, ik heb geen drinken, ik heb geen eten, ik heb helemaal niks. Ja, vrouwen interesseren dat niet. Mijn moeder dus. En die buurvrouw wel. Die buurvrouw had in de gaten dat ik daar al 2 uur zat. Een beetje kijken naar, ja, naar wat? Naar de voordeur die je niet open kan krijgen. En het was 28 graden Celsius. En die buurvrouw die vroeg aan mij, heb je dorst? Kijk, dat was een goede vrouw. Dat was een goede vraag. Jazeker had ik dorst. Moet ik slootwater gaan drinken? En toen kreeg ik van de buurvrouw een glas limonade. Nee, halleluja, prijs de Heer. Dus vrouwen kunnen het wel, hè? Jullie vrouwen kunnen het wel. Om iemand zoals Perry Franciscus Martinus Winkel een glas limonade te geven. En een glas water was ook goed geweest. Want ik stierf van de dorst.
Wat is hier nou gebeurd? Mijn checkje is gevallen. Ja, gevonden. Jullie kunnen het wel. Maar jullie doen het niet, hè? Schande over jullie. Ik weet niet waar jullie mee bezig zijn. Geen flauw idee. In de Koran staat, je moet je vrouw elke dag slaan. Als jij niet weet waarom, dan weet zij wel waarom. Gewoon meppen. Dat is een mooie boel. Jullie vragen erom. Jullie vrouwen. Jullie gezeur. Kindermishandeling en kinderverwaarlozing. En alleen maar leuke dingen weten te doen. Willen te doen. Ja, ik ga leuke dingen doen. Flikker op. En jij als man, ja, je bent of ook zo'n homo, in de slechte zin van het woord. Dat kan, dat is mijn probleem niet. Maar ben je het niet, ja, blijf uit de buurt van vrouwen. Het is momenteel zo dat God heeft besloten dat wij voorlopig geen kinderen krijgen. Want wij mishandelen onze kinderen. CQ, wij laten onze kinderen mishandelen door vrouwen. Ja, wat heeft God aan mishandelde, verwaarloosde kinderen? Ja, ik geef je 20 seconden. Gewoon niet doen. Niet neuken, helemaal niks. Je moet ook niet eens met een vrouw naar de sauna gaan. Moet je niet doen. Ja, maar als je met je vrouw naar de sauna gaat, dan kan ze niet zwanger van worden, toch? Nee, maar je zit wel te kijken naar de blote lijf en de blote tieten en de blote kont en de blote kut. En wat gaat er in jouw hoofd afspelen? Een soort kindernetporno-idee. En voordat je het weet, dan ga je je pik in zo'n vrouw stoppen. En dan krijg je een kind en dat wordt verwaarloosd en mishandeld. Daarom heeft God gezegd, stop hem maar mee. Voor 0 kinderen per vrouw. Dat is het devies. En maak niet dezelfde stomme fouten die ik gedaan heb. Want ik heb er eentje zwanger gemaakt. Ja, maar dat is leuk. Heeft mij 300.000 euro gekost. Nee, halleluja, prijs de Heer. Jo, maar Perry, dit klinkt negatief. Nee, dit is positief. Jo, maar wat bedoel je nou? Nou, wat ik bedoel is dat jij Arthur Schopenhauer niet gelezen hebt. Je bent kennisloos. Het is positief wat ik zeg. Steek je pik nog liever in een aardappel dan in een vrouw. Dat kan je toch ook doen? Dat is gewoon homo-gedrag. Of je neemt een toiletrol. En dan doe je aan de binnenkant iets met watten en dan iets van rubber eroverheen en olijfolie. Of arachide. Nee, ik zou geen... iets van olie. Motorolie. Nee, dat moet je niet doen. Nee, geen motorolie. Ja, dan maar olijfolie. Olijfolie erin. En dan haal je lekker die toiletrol over je jonge heer. Ja, dat is een mooi Nederlands woord voor de penis van de man. Lekker die toiletrol eroverheen. Dan gaan we een beetje oefenen. Om de goede constructie te maken van de toiletrol en hoe je dat moet doen. Of maak een aarsdildo.
Stay away from the bitches. In een wereld van idioten heeft het geen zin om kinderen te veroorzaken. En als je het toch doet, ja, jij gaat betalen, jongen. Beter van niet. En blijf maar lekker thuis. En blijf met je tengels van die wijven af. Want ze deugen niet. Ze mergelen je uit. Ze verspreiden leugens over jou. De moeder van mijn kind, die heeft mij verteld dat ze tegen de buurt, de mensen die we dan in de buurt kenden, had ze een verhaal verteld. En zij zei heel vrolijk tegen mij, dat heb ik allemaal verteld. Ik zeg, ja, maar dan gaat de buurt denken dat ik jou verkracht heb. Ja, zei ze, precies. En ik zeg tegen haar, ik heb je nooit verkracht. Helemaal nooit. Ja, zei ze, dat klopt wel. Maar dat de buurt gaat denken dat jij een verkrachter bent, dat leert de buurt jouw ware aard. Dat zijn vrouwen. Dat zijn leugenaars. Stuk voor stuk. We beginnen gewoon overnieuw. Gewoon één man, één vrouw en gezonde kinderen. Een reboot heet dat. Dat is een herstart. En de rest mag allemaal naar de kloten. Want dit is niet de wil. Het is niet de wil dat vrouwen gaan vertellen in de buurt dat Perry Franciscus Martinez Winkel een verkrachter is zonder dat ze dat echt gezegd hebben, maar geïnsinueerd. Ja, want wij vrouwen, wij zijn van het matriarchaat van Maria, een moeder van God. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Ja, en de rest. Ja, dat is een mooie boel. Ik geloof er niet in. Snap je? Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Erg fijn. We zitten nu boven het uur. En het was bedoeld voor het slapen gaan. Je moet aan je werk of zo. Ja. En dan sluit ik af op zijn Hamburgs. Dus Hamburg is een stad in het noordwesten van Duitsland. Het zit bij die rivier. Een havenstad is het eigenlijk. Ik ben daar geweest. Ik heb recht van spreken. En op zijn Hamburgs zag ik tjus en dag lieverds.